Het was heel zwaar tegen de wind in. Windkracht 5, denk ik. Echt heel zwaar. Het is met name de wind die patten speelt. Ja, het stuk tegen de wind in. Het lijkt alsof er geen einde aan komt. Maar het ijs is geweldig. Het was heel zwaar. Later. Oh, die laatste stukje. Het was heel zwaar. Beelden van vorig jaar, Ab Krook. Een toertocht georganiseerd door de Twentse Courant Tubantia in samenwerking met RTV Oost. Jij bent daarbij geweest, nou, je ziet het al aan de beelden. Het is ontroering, maar het was ook zwaar volgens mij vorig jaar. Ja, er stond een behoorlijke wind en de gevoelstemperatuur was koud. Het mooie is wel dat ieder doet het eigenlijk, die heeft een uitdaging die bij hem past. Dus niet iedereen wil 150 of 200 kilometer schaatsen. Je kan ook 50 kilometer gaan schaatsen. Zullen we even helemaal terug gaan naar het begin? Het is nog bijna zomer, dan word je opgeroepen om, nou, doe mee, leuk. Wat meldt zich dan aan? Zijn het echt volledig ongeoefende schaatsers die bij je komen? Of mensen die echt best goed kunnen schaatsen? Nee, het is een heel gemêleerd gezelschap. Er zijn mensen die inderdaad zich willen voorbereiden, bijvoorbeeld voor 50 kilometer. En die echt de basis van schaatsen en de techniek nog willen leren of willen verbeteren. En je hebt een groep die, ja, laten we zeggen de middelste groep, die toch al heel veel niveau heeft. En dan heb je ook nog de absolute toppers. En dat zijn jongens, ja, die gaan gewoon voor 200 kilometer. Ja, maar als ik zeg nu vandaag, Ab, ik zou echt heel graag mee willen doen. Ja. Ik kan redelijk schaatsen, maar dat is niet te doen, toch? Om dan voor de 200 te gaan. Nee, maar je kan heel veel plezier en heel veel voldoening kan je hebben door te zeggen, nou, dan ga ik voor 50 of misschien 75 kilometer. En dat is ideaal om je dan voor te bereiden om, ja, ik zou zeggen, te profiteren van de dingen die de kranten en TVO's aanbieden, hè, via de clinics, om daar kennis op te doen over materiaal en over techniek en over training. En het grote voordeel is, ja, je fitheid gaat ook omhoog. Dus je bent ook even heel goed voor je eigen lichaam. Ja. Wat is jouw rol bij die clinics, Ab? Want je bent, nou ja, goed, voor mensen die jou niet kennen, je hebt vroeger met absolute schaatstoppers gewerkt, internationaal. Ja. Wat doe je bij de clinics? Nou, wat ik bij de clinics doe is dat ik meestal, voordat de clinics beginnen, vertellen we wat over een onderwerp. Hè. En dat kan techniek zijn, dat kan kleding zijn, kan voeding zijn. In zijn algemeenheid, ja, dan. En daarnaast zijn er vanuit de ijsbaan, hè, bijvoorbeeld de ijsbaan Enschede, die heeft een tiental instructeurs beschikbaar gesteld. Nou, daar hebben we overleg mee. En daar gaan we mee op het ijs. En ja, ik zou zeggen, ik ben daar wat vliegende kiep. En zal elke keer geef ik wat dingen aan die ze mee kunnen nemen in hun training om extra voordeel voor de deelnemers te krijgen. Maar het verschil tussen zo'n hal waar je hier dan traint en daarbuiten is natuurlijk enorm groot. Ja, want we zagen net al echt die wind zo eroverheen gaan. Het ijs. Klopt. Hoe kan je daar de mensen op voorbereiden? Nou, dat is natuurlijk best wel moeilijk. Hè? Je kan zeggen, nou gaan we eens een keer mountainbiken, lekker fietsen met storm en regen. Maar het is natuurlijk zo dat op de hal, hè, is het sowieso anders. Hè. De techniek is anders, er zijn geen scheuren. Hè. Ook doe je rondjes. Hè. Het blijkt ook dat als je, ik noem maar wat, een half uur in de hal schaatst, hè, dan gaat het met een groepje op natuurijs al een stuk makkelijker en ben je al gauw een uur bezig of nog iets langer. Je valt die bochten niet te doen op natuurijs. Nee, daarom. En het is ook wat afwisselender. Maar het voordeel is dat je natuurlijk wel je kan voorbereiden en je bewust kan worden van wat je te wachten staat uiteindelijk. Ja. En dat hou je altijd. Je kan, zolang er geen natuurreis is, kan je eigenlijk niet onder die omstandigheden voorbereiden. En wat nog komt is dat de Ressizee zal ook anders zijn elk jaar. Het kan vorig jaar stond een harde wind, het was koud. Het kan nu zijn dat er minder wind is en dat het even goed koud is of zelfs minder koud is. Vorig jaar moesten jullie zelfs uitwijken uiteindelijk, ja, toch? Ja, vorig jaar zouden we dus uiteindelijk op de plaat zijn. Ja. En ik moet zeggen dat de verantwoordelijken, die hebben daar een super job gedaan door in 3 dagen tijd het hele project vanuit Reuten, laat maar zo zeggen, te verplaatsen naar de Ressizee. En ja, ik vond dat geweldig, want de mensen hadden zich allemaal verheugd, hè, op wat ze zouden kunnen gaan doen. En uiteindelijk geïmproviseerd, maar wel uit alle mogelijkheden gegeven om toch te kunnen schaatsen. Ik wil nog even naar de schaatscoach Ab Krook, hè, en dan meer wat je toch vroeger altijd deed. Toen zat je natuurlijk met die schaatsen, zat je over millimeters te praten, over krommingen in schaatsen en over hoe alles afgesteld moet worden. Er komen natuurlijk nu mensen op het ijs, nou, die kunnen er geen klap van, met alle respect voor die mensen. Kun je dat wel aan? Erger je je dan niet? Nee. Nou, ik moet je zelf zeggen het tegenovergestelde. Ik vind het zelfs een geweldige uitdaging. Want het is natuurlijk heerlijk om met sport bezig te zijn en om mensen iets te leren. En dat is bij iedereen op zijn niveau. En als je een absolute topper, ja, dan daar is ook vaak nog heel veel mee met elkaar te verbeteren. Maar mensen die dus
een aantal niveaus lager zijn. Ja, dat is ook heel interessant om daarmee te praten. Om de mensen mee te helpen. Om hun sport goed te bedrijven. Om uiteindelijk hun beweging, het gezond bezig zijn, om daarin mee te helpen. Ja, Als je ze nou vergelijkt, dan zijn topsporters dan niet veel meer zeikerts dan de amateursporters? Ja. Kijk, een topsporter moet... In positieve zin moet het een zeikert zijn. Hè? Een topsporter, en dan kijk ik al even naar de overkant, die lief en aardig is en alles goed vindt, hè, zal nooit een topsporter worden. Hè? Maar hij moet realistisch zijn. Hè? En hij moet realistische doelstellen hebben. En mensen die, laten we zeggen, de recreatieschaatser, is gewoon anders. En die heeft ook wel zijn bijzonderheden. Hè? En daar moet je ook wel weer mee omgaan. Maar het is op een andere manier. En het komt ook omdat je met absolute toppers, althans zo is in het schaatsen, maar in andere sporten denk ik ook, dat je vaak in een 24-uur situatie met elkaar optrekt. En je ziet elkaar elke morgen bij het ontbijt, datzelfde kopje en even kijken. En je kent elkaars gedrag. Het is al heel anders. En dit zijn groepen. Ja, daarom zeg ik het ook even. Eigenmaak. Ja, 24 uur. Wij gaan s'avonds ook samen naar bed. Ja, laatste proef. Ja. Als je er ook maar samen opstaat, hè. Ben jij nog geïnteresseerd in het topschaatsen, in het nationale schaatsen? Want we hebben natuurlijk de afstandskampioenschappen, het nationale afstandskampioenschappen over de deur. Ja. Volg je dat nog? Uiteraard. Ben je dan ook op de ijsbaan? Nee, ik ga er wel naartoe, afhankelijk van of het qua tijd en alles lukt. Ik heb nog lange tijd ook teammanager nog geweest bij professionele schaatsteams. Ik doe voor de Telegraaf nog de schaatser van het jaar. Hè. Dat is straks de uitslag van het NK afstanden is mede bepalend hoeveel punten ze krijgen. Dus ik ben op mijn manier toch nog heel betrokken bij het wel en wee van de Nederlandse topschaatsers. Komend weekend begint het allemaal weer, het NK afstanden. Ja. Ja, gaat er veel veranderen, denk je, aan de top? Of gaat Kramer gewoon weer alles winnen? Nou, ik vind het mooie van een enkele afstanden is eigenlijk zo dat er zijn verschillende doelen. Er gaan mensen om te winnen of in de top 3 te komen. En er zijn mensen die gaan en die hopen daar een plekje te krijgen voor een World Cup. Al is het maar een vierde of een vijfde plek. En dan zie je ook weer in de voorbereiding daarvan. Kijk, als Sven goed is, dan rijdt hij op zijn basisniveau en plaatsen ze zich. Maar er zijn ook rijders of rijsters die moeten echt al in topvorm zijn om misschien een plekje te veroveren voor de volgende World Cup. Dus het is gewoon heel dubbel spannend. En zelf denk ik dat als Sven niet een blessure weer krijgt of dat hij ziek zou worden of wat dan ook. Ja, dan zal alles weer een gort rijden. Een gort. De anderen zijn ook beter geworden. Hè? Ja. Kijk, vergeet niet dat het niveau waar Sven mee stopte, hè, daar zijn anderen nu ook weer terechtgekomen. Dus Sven zal... En dat kan hij overigens hoor, maar van zijn niveau wat hij heeft, zal hij een stapje meer moeten doen. En dan zal hij weer de beste kunnen zijn. Nou, we gaan het zien. Nog één ding wel even van de mensen kunnen zich altijd opgeven. Hè? Ja. Voor de schaatsen toertocht, niet voor het kampioenschap, maar voor de schaatsen toertocht. Dat kan bij RTWO's, geloof ik, kan bij de kranten, Twentse krantenband. Ja, en je kunt je geloof ik ook nog bij de ijsbaan persoonlijk gaan aanmelden. Ja. De mensen kunnen dus die geïnteresseerd zijn en die zeggen, hé, dat is het. Nou, die kunnen bij de kranten, hè? Dus, en bij de ijsbaan in Twente, dus in dit geval in Enschede, kunnen zich opgeven. Tot 9 november. Kunnen ze alle informatie krijgen van wat de mogelijkheden zijn. En ik zou zeggen, mensen, let op, doen we wat mee.